Rutte. Meneer Balkenende, u heeft me net gehoord. Er is volstrekte duidelijkheid. Ik sta pal voor de hypotheekrenteaftrek. Maar nou u, meneer Balkenende. Hoe zit het met uw betrouwbaarheid? U heeft een kabinet geleid dat 3 jaar een desastreus beleid heeft gevoerd. Allerlei zaken zijn er gekomen waar u tegen was, zoals het generaal Pardon en de bosbelasting. Beide stelling wat blijven. Zijn uw beloftes waard, ook op dit punt? U loopt het risico in toenemende mate te worden gezien als de verkoper van iemand die langs de deur gaat met politieke woekerpolissen. Dat is een vossen. Zeker. En waarom was dat een mooi moment, meneer Boekenstein? Ik vind, als je objectief kijkt naar debattechniek, vind ik het altijd knap als mensen het geschut weten te keren. Als ze dus met een wedervraag komen. Ik vond ook de reactie van Balkenende van, nou, dat is een harde. Als dat nou alles is, ik wil dan een inhoudelijk antwoord met argumenten horen. Het is ook verstrekloze retoriek, laten we nou wel zijn. Dat van die hoekenpolissen? Ja, natuurlijk. Dat is populistisch gelul. Ja. Nou, luister Maarten. Generaal Pardon en ook de bosbelasting nee, waren alle twee dingen ook die... Ook de inzet al van dat een desastreus beleid, dat vorige kabinet, daar hebben ze ruzie gemaakt, maar in alle opzichten hebben ze een heel behoorlijk beleid gevoerd. De kredietcrisis prima aangepakt. De AOW, een heel lastig dossier, is 2 jaar opgeschoven. Ik bedoel, ik vind dat ontzettend goedkoop. Ik ben helemaal geen liefhebber van die debatten. Dit was iets beter, ik heb het niet allemaal gezien, dit was iets beter dan het afgelopen zondag was. Maar het is toch wel een nationaal kampioenschap bekvechten en... Dat heeft eigenlijk met politieke voorlichting geen fluit te maken. Wat ik zo knap aan Maarten vind, die heeft een opmerking over het debat die hij niet gezien heeft. Dat vind ik altijd zo knap. Nou, dat je zo'n creativiteit hebt dat je dat debat in zijn algemeenheid, hebben dit type debat... Ik heb het niet gezien, maar ik heb het niet gezien. Ik heb het gehoord in de taxi dus. Ja, maar je hebt ongeveer 10 minuten in de taxi gezeten. Dat was een debat. Mijn vraag is, laat ik de vraag van meneer Van Rossum naar u. Brengen dit type debatten inhoudelijk ons verder? Of is het inderdaad vliegen afvangen en one-liners? Ik vind echt dat RTL een poging heeft gewaagd om de economische problemen nu aan de orde te stellen. Om dat te compartimentaliseren tot een aantal thema's. En het is echt voor mensen die bereid zijn om in die thema's te verdiepen, is het instructief om te zien wat er in de politieke supermarkt te krijgen is. Dus het brengt je inhoudelijk wel wat verder. Zeker. Een andere vraag was natuurlijk, waar veel mensen naar met spanning naar uitkeken, of Cohen zich staand hield, of anders gezegd, of hij weer zich kon herstellen van de fouten die hij de afgelopen week heeft gemaakt. Hoe is het met Cohen gegaan? Nou, het ging weer aarzelend, maar langzamerhand begin ik een beetje te denken van, we moeten ook niet in de valkuil trappen dat als iemand een debat slecht doet, dat dat per definitie ook betekent dat die heel weinig stemmen gaat krijgen. Of dat het een slechte premier wordt. Dat is ook nog de vraag. Ik heb het gevoel een beetje dat nu, hij heeft echt heel duidelijk een underdog-rol. Wat heel pijnlijk was dat er in Carré dan enorm wordt gelachen als hij er niet uitkomt. Laten we daar even naar kijken, want ja, dat moment hebben we ook. Bij welk bedrag moet ik hoeveel meer gaan betalen? De premie, in totale loopt dat tot ongeveer 1600 euro. De verdeling daarvan die komt nog precies, maar het is inkomensafhankelijk. Het betekent dus dat naarmate je meer verdient, dat je dan een hogere premie betaalt. Bedragen? De bedragen die gaan we nog verder precies uitrekenen, maar het zal voor de hoogste inkomens neerkomen op ongeveer 1600 euro. Grote vraag is natuurlijk hoe dit thuis wordt gezien. Hè? De stemming in Carré kan anders zijn dan thuis. Maar wat natuurlijk een probleem is, en dat heeft de PvdA natuurlijk wel, als je tot 3 keer toe je verkiezingsprogramma aanpast, dan bestaat er natuurlijk wel een verkiezingswet dat je dan heel gemakkelijk door je tegenstander als een flipflopper kan worden neergezet. Meneer Verhofstadt, hoe kijkt u daarnaar? Nou, we kunnen rustig toegeven dat Cohen in dit format, zoals dat zo treffend heet bij de televisie, niet excelleert. Ik vind dat eerlijk gezegd helemaal niet zo erg. En dan kom ik terug op mijn punt. Wat is precies de zin van dat nationale bekvechten wat we nu hebben uitgeroepen tot het politieke criterium van het moment? Het heeft wel invloed op de peiling in ieder geval en mogelijk ook op de uitslag. Wacht even, ik begrijp helemaal niet waarom we niet een rustig gesprek kunnen voeren over de politiek en over de politieke thema's, waar we elkaar niet elke 10 seconden in de reden vallen, waar we niet proberen voortdurend iedereen een vliegje af te vangen. Maar het aardige was dat men heel goed kon uitspreken. Dat vind ik een mooi moment om je te Maar dat moet ik ook doen, want ik is altijd zo lang praat. Dus heb ik geleerd dat ik gewoon heel onbeleefd ben. Nee, maar dat komt omdat, en dat is een van de grote manco's van de televisie, dat mensen daar niet uit kunnen praten. Dat mensen daar maar dat vond ik vanavond juist heel goed. Jij lult er maar doorheen alsof het niks is. En wat dat betreft heb je van Rutte veel opgestoken. En dat is nu tegenwoordig de kampioen debattechniek op de televisie. Of dat iets te maken heeft met serieuze politieke voorlichting, of dat iets te maken heeft met dat je werkelijk geïnteresseerd bent in elkaars standpunten. Want hier is het zo dat je direct ziet dat die soundbites waar ze dan mee komen, dat is gewoon van tevoren ingestudeerd. Het is een soort soundbite show eigenlijk. Maar meneer Boekstra, reageer daar eens op. Nou, kijk, het probleem.